Mick, wat gaan we zo meteen doen met het EK voetbal? Voetballen. Voetballen. Ik heb ben gevraagd door jullie collega's, hè, om Arte Feiten mag ik dat wel zeggen, om een lied in te gaan zingen. En het is gelukt en ze hebben het positief gevonden. Dus ze gaan hem uitzenden vanaf aanstaande donderdag. En Arte Feiten is ook sinds kort ook landelijk te ontvangen, dus het is wel leuk natuurlijk. Vanaf Arte Vondelpark in Amsterdam worden elke dag uitzendingen gemaakt. En dan wordt die lieder eronder geplakt. En Sweet Caroline heeft me wel een beetje op de kaart, tenminste een beetje boer op de kaart gezet natuurlijk. Kijk, je moet niet vergeten, een plaat die in het land verschrikkelijk scoort. Dus dat wil zeggen, onder de mensen, als je zingt, wil niet alles zeggen dat die op de televisie of op de radio wordt gedraaid. Hè? Want dat is een heel wereld van verschil. Tenminste, daar ben ik ook pas achtergekomen. En als je dan een plaat maakt die een tussenweg weet te vinden, die ook op de radio wordt gedraaid en de televisie aandacht krijgt en bij de mensen, ja, dan heb je een hit. En het is me gelukt met Sweet Caroline. En nu ben ik dan zo verliefd op jou. Is ook heel veel gedraaid bij jullie bij TV Oranje. Godzijdank. Daar ben ik er heel dankbaar voor. En ja, dat gaat ook als een tierenlier. Ik mag niet klagen. Ik ben een heel blij mens. Ik heb een Nederlandstalig album. Geheel geproduceerd door Hans Albers. Die ook verantwoordelijk is geweest natuurlijk voor alle hits van André Hazes en Gerrit Joling. Dat wil niet zeggen dat als alles wat hij daarvoor heeft gemaakt, dat het voor mij ook hits worden natuurlijk. Want dan moet je met massa mee hebben, je moet gewoon een goed product neerzetten. Maar ik heb wel een van de betere studio's uitgekozen. En die mogelijkheid was er financieel gelukkig door veel mensen die achter me staan. En vooral Berk Music natuurlijk. Ja, dat ik dat album heb kunnen maken en ik ben er heel trots op. En dat komt eind dit, medio oktober hoop ik dat die uitkomt. En dan gaan we er ook een concert aan vastplakken. Want ik ben nog steeds bezig met mijn 20 jaar jubileum dit jaar.